2 minutes every day. Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe 2 minutes every day video. En deze keer hebben wij een DIY. DIY snacks, zeg maar. Zomersnacks aan snacks. En we hebben sommige ook van YouTube die we zelf gaan proberen. Maar goed, misschien ken je hem al, misschien nog niet. Maar wij gaan ze maken. En ja, ik hoop dat je het een leuk video vindt. Dus laten we beginnen met de allereerste. De eerste DIY is wat je voor nodig hebt. Is hij... We hebben iced tea gekozen. Dus we gaan de iced tea hierin gieten. Dan gaan we het in de vriezer doen. En dan wordt het een soort van slushpuppy. Ja. Er zit ijs in, heel makkelijk. Maar gaan we nu in de vriezer doen? Ja, deze is nu klaar. 2 tot 1 uur in de vriezer gezeten. En we gaan hem nu proeven. Het is gewoon echt een slushpuppy geworden. Dus ja. Dan kun je er gewoon je eigen smaak doen. Hoe grappig is dat eigenlijk? Oeh. Het is echt heel lekker. Voor de volgende DIY heb je nodig. En Nutella. Nou, je pakt natuurlijk een koekje. Wij gaan 2 maken. En deze ga je met chocola zeg maar overheen. Dan verkleurde stikkels erbij bij hageslag gekozen. En even een smeren. Nou, zo ziet je eruit. Yep. En super leuk. Ja, dat is schattig. Ja, het is nu in de vriezer doen. We gaan nu proeven de koekjes. De volgende DIY heb je nodig. Banaan. Krusli. Bekertje. Yoghurt. En een lepeltje. Wat we gaan maken is, we doen onder eerst een laagje yoghurt. Dan doen we zeg maar een laagje banaan. Dan weer een laagje yoghurt. Banaan. Dan doen we een laagje krusli. Dit is nu geworden. We gaan nu proeven en ik heb hier eigenlijk heel veel zin in. Ja, die ziet er ook echt super lekker uit. Ja. Oh, lekker. Nou, dit was de video. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Doe een blauw duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je het nog niet gedaan had. En vergeet niet morgen weer te kijken.